Een van mijn taken is triage, dat is het beoordelen van alle aanmeldingen die bij volwassenzorg Zuiderland Geestelijke Gezondheidszorg binnenkomen. Wat wel heel lastig is, ook voor mij persoonlijk, is dat we te maken hebben met wachttijden. Nou, dat gaat me soms wel aan het hart, dat het soms lang duurt eer iemand in zorg is. Dat kan soms maanden duren. Als iemand bijvoorbeeld depressief is of de zorg heeft voor kleine kinderen of met een opleiding bezig is. Maar dat pakken we nu ook met de hele regio op. Wat ik merk is dat mensen het heel belangrijk vinden dat ze een mens, iemand aan de lijn hebben die ze zelfs bij naam kennen en die ze ook kunnen terugbellen als er zich weer iets zou voordoen. Dat doen ze niet altijd, maar het idee dat ze iemand kunnen bellen die ze kennen, dat vinden ze heel belangrijk. Daarmee wordt het de drempel om aan te geven, nu wordt het eigenlijk lastig. Het gaat zelfs richting een crisis, er moet snel iets opgepakt worden. Dat vinden ze heel belangrijk om te weten. Ja, dat doet me ook goed als ze dat zeggen, van ik vind het fijn dat ik met u heb kunnen praten.